Welkom Liz. Leuk dat we hem eindelijk, voor mijn gevoel, er valt wel mee, maar we hebben een keer moeten zetten, de podcast gaan opnemen. En hij kwam eigenlijk tot stand. Ik denk dat ik het initieerde op een wrijvingsstukje waar wij het even over hadden. Omdat ons pad in het opvoeden en trainen en begeleiden van mensen en honden soms heel anders is. En we eigenlijk wel heel vaak ook weer tot de conclusie hebben dat we wel hetzelfde resultaat of doel of wens hebben voor mensen en honden. En dat maakt dat wij af en toe denken, ah ja, en af en toe denken, hè, hoe doe jij dat dan? En nou, mij lijkt het magisch interessant om daar het over te gaan hebben in deze podcast. Dus ik heb je met liefde en plezier uitgenodigd. En je bent voor mij echt een gewaardeerd collega, waarbij we af en toe elkaar gewoon flink kunnen kietelen en losschudden en gewoon weer even een andere kant in denken. Dus ik ben helemaal vereerd dat je er bent en heel dankbaar dat je er bent. Op dit moment vanuit Nederland, wat een unicum is. Want Liz, ik wil het woord aan jou gaan geven. Vertel eens even, hoe ziet jouw leven eruit? Ja, nou, laat ik beginnen met dat ik ook heel blij ben dat ik in jouw podcast mag. Vind ik superleuk en ik vind het altijd heel leuk om met collega's te sparren, ook als je niet op één lijn zit. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is in dit vak. Mijn leven, ja, ik woon natuurlijk in een camper met mijn honden en ik reis rond door Europa om andere honden en dieren asiels vooral daar te helpen. Om hondengedrag beter te begrijpen, zodat ze ook lokaal meer kunnen plaatsen en niet alleen maar denken, oh, we lossen het op door alles maar naar Nederland te sturen. Dus dat is wel daar echt mijn missie en ik hou van zon. Dus dat is dan ook mooi meegenomen. Ja, dus dat ik nu voor eigenlijk, ik ben in mei een paar weekjes meer terug geweest in Nederland en verder ben ik dus nu precies een jaar geleden op reis vertrokken en nu even terug, weer een paar weken. Ja, en wat brengt je terug? De bruiloft van mijn broer, die is in november. En ik had sowieso nog wat dingen, wat interviews staan en wat workshops die ik moest volgen. En toen dacht ik, nou dan. En ik was al in Frankrijk, dus dat was best dichtbij. En toen dacht ik, dan ga ik alles in één keer combineren. Dan ga ik na de trainingsvakantie die wij afgelopen week in Frankrijk hebben gegeven. Draai ik door naar Nederland en dan ga ik meteen even hier nog met mijn team aan de slag en met de asieldieren aan de slag. En dan blijf ik gewoon hier tot aan de bruiloft en dan ga ik weer door. Ga je weer naar de zon. Yes. Overwinteren. Hey, en je zei net al heel mooi een beetje over jouw werk in het buitenland met dierenasiels, om ook vooral honden lokaal te plaatsen. En jouw invalshoek is dan, als ze gedrag beter begrijpen, is dat soms ook prima haalbaar mogelijk. Kan je daar eens wat meer over vertellen, wat je dan exact doet en hoe je die begeleiding opgestart hebt? Nou, wat wij zien, in ieder geval zeker in mijn asiel, is wij hebben heel veel buitenlandse honden in het asiel. En wij halen niks uit het buitenland. Dus waar we gewoon heel erg tegenaan lopen, is dat er heel veel stichtingen zijn die wel honden uit het buitenland halen. En dat die honden in het buitenland het hartstikke leuk doen. Maar dan komen ze in Nederland en het is een totaal ander leven voor die honden. En juist door die verandering worden die honden hier ook heel moeilijk. En dat zien wij ook met onze honden, als wij de Nederlandse honden, wij zijn natuurlijk gespecialiseerd in honden met zware gedragsproblemen en euthanasieadvies. Dat zijn natuurlijk wel de big boys onder de honden. Maar op het moment dat je die in het buitenland plaatst, in een rustige omgeving die veel prikkelarmer is dan Nederland, dan worden dat eigenlijk ook hele makkelijke honden. Dus dan denk ik, dan ligt het probleem dus niet bij de hond, dan ligt het probleem bij de omgeving. En dat is eigenlijk wat ik de buitenlandse asiels ook heel duidelijk wil maken. Zij denken vaak van, oh, als we dan maar de honden in Nederland of in Engeland plaatsen, dan hebben die een geweldig leven. En wat ik dus probeer te doen, is een meer realistische kijk daarop te laten geven van, goh, die hond doet het hier goed. Maar hier in dat asiel, ja, je komt niks tegen. Er zijn de meeste asiels die zijn ook nog eens buitenaf. Dus ze zien geen auto's, ze zien geen vreemde honden, ze zien bijna geen mensen, alleen de vrijwilligers die ze kennen. Dus het is allemaal best wel heel voorspelbaar en best wel heel veilig. En dan komen ze in Nederland en dan is het opeens overal auto's, overal fietsers, overal brommers, vliegtuigen, continu mensen in je huis, buiten je huis, geluiden, mensen die super kort op elkaar zitten. Je komt per wandeling minstens 6 honden tegen, wat je helemaal niet gewend bent als hond. En ja, en dan zie je eigenlijk dat die honden precies dezelfde gedragsproblemen gaan creëren eens ze in Nederland zijn, als dat de Nederlandse honden hier ook hebben. Waardoor je dus
het leven van de hond zelf, en dat staat bij ons altijd voorop, niet echt mooier of leuker maakt. Nee. Maar als ik jou goed begrijp, heb je dus stichtingen die honden naar Nederland halen, die plaatsen ze hier bij mensen. Dus mensen halen eigenlijk dan de honden naar Nederland. Hè? De stichting doet het, maar de mens koopt. En vervolgens gaat dat niet en dan komen ze weer in het asiel. Ja, dat klopt. Ja, dat is helaas... ja, kijk, die stichtingen die zijn natuurlijk in het buitenland. En het vervoeren van honden is natuurlijk best wel duur. En op het moment dat de hond al in Nederland is en na 4 weken of 8 weken of een paar maanden gaat die flinke gedragsproblemen vertonen, dan is er geen backup. Die hebben geen gastgezinnen hier of asiels waar ze mee samenwerken, waar ze dan die honden in kunnen stoppen. Dus dan is het of hij moet terug naar het land waar hij vandaan kwam, maar dat willen mensen vaak niet, want dan denken ze, oh, dat is zielig. Plus die asiels zitten ook natuurlijk continu wel vol. Of hij wordt dus hier in een asiel gestopt, wat ook niet altijd makkelijk is, want de Nederlandse asiels zitten ook vol. En dan is het vaak van, ja, dan moet hij maar ingeslapen worden. En dat is pas het punt dat onze stichting dus wordt ingeschakeld, zodra het stukje euthanasie om de hoek komt kijken. Maar ja, wij zitten ondertussen natuurlijk ook propvol. En we hebben op dit moment 93 honden op onze wachtlijst staan. Waardoor, ja, het gewoon eigenlijk een beetje een onhoudbare situatie wordt. Ja, maar ook gewoon een vet groot probleem. Ja, zeker voor de hond zelf, hè, want die kiest er niet voor om naar een ander land getransporteerd te worden. En uiteindelijk moet hij het dan misschien dus wel met zijn leven bekopen. Terwijl, ja, die heeft daar natuurlijk nul zeggenschap in. En die is dan wel het slachtoffer. En als je naar jouw asiels kijkt, want daar heb ik nog helemaal niet over gehad voor de mensen die je niet kennen. Maar jij hebt een asiel onder andere in Maastricht. Daar is het volgens mij begonnen, hè, Maastricht. Dat was jouw eerste vestiging en daar heb je toen hoe noem je dat? Meerdere franchise voor opgericht. Maar als je dan. Heb jij percentages van bij hoeveel buitenlandse op de hoeveel dit gebeurt? Heb je er enig zicht op of helemaal niet? Nee, niet per se. Ik heb niet. Wij houden niet bij hoeveel buitenlandse honden nou precies. Wij weten een beetje geschat, hè, maar het wordt heel slecht bijgehouden in Nederland. Dus tijdens corona zijn er in ieder geval 400.000 buitenlandse honden naar Nederland gehaald. In de periode van corona. Wat ik toevallig de afgelopen week heb meegekregen, is dat daar nog 300.000 van over zijn. Dat wil zeggen dat er al 100.000 zijn geëuthaniseerd. In de afgelopen 3 jaar? Ja, want ze zijn nu allemaal piepers, hè? En dat is wanneer honden het meest worden geëuthaniseerd. Dat is in hun puberteit, want dan zijn ze het vervelend. Dus ook in ons asiel, dat zijn bijna altijd honden tussen de 1 en 3 jaar oud. Omdat het gewoon allemaal pubers zijn. En pubers zijn vervelend. Ja, was ik ook toen ik puber was. Count me in. Wow, maar dat zijn wel cijfers die er niet om liegen. En als je dan even bijvoorbeeld alleen Maastricht zou pakken als asiel. Hoeveel buitenlandse honden als percentage moet ik dan aan denken? Wat er binnen jouw asiel zit? Wij hebben altijd 70-80% buitenlandse hond in ons asiel. Wow, dat ligt er ook niet om. Ja, dat is echt mega. Ja. Ja. Oké. En wat is de. Want we hadden het over het stukje wat je dan in het buitenland deed aan voorlichting en advisering. Is dat met de vrijwilligers van het asiel of met toekomstige eigenaren lokaal daar? Of hoe ziet jouw werk daar er dan uit? Want daarvoor kom je het dus eigenlijk mee. Daar probeer ik het inderdaad mee te voorkomen. Het is heel divers. Het verschilt heel erg per asiel. Dus bij het ene asiel is het heel makkelijk om met het bestuur ook om tafel te gaan zitten en daar structureel wijzigingen te maken. Bij een ander asiel is dat dan weer heel moeilijk en ga je vooral met de vrijwilligers aan de slag. En leer ik ze ook van, hè, vooral ook een beetje van, nou, hoe kun je nou ook honden beter voorbereiden op een adoptie? En als je ze dan toch in het buitenland plaatst, wat moeten ze dan al allemaal kunnen voordat je dat gaat doen? Maar het is ook zo dat als dan mensen daar een hond willen adopteren of extra begeleiding daarbij nodig hebben, dat ze mij gewoon kunnen bellen en dan help ik ze. Ja, mooi. Dus dan probeer je het mes aan 2 kanten te snijden. Ja, dat is, dat probeer ik. En waar is het wezen hond op jouw pad gekomen? Oh, dat was al bij mijn geboorte. ja, mijn ouders, ik kom uit een groot gezin, dus ik met 5 kinderen. Maar ik had... Ja, dat
ik ben een mega introvert, dus ik was als kind al een beetje dat ik dacht, ja, ik weet het niet. En dan had ik ook nog rood haar en zo, dat viel allemaal, dat viel niet mee. Dus ik deed niet zo. Dat viel niet mee, zes. Nee, ja. En ja, dus ik ging nooit zo goed met mijn broers en zussen en zo. Dat zijn allemaal best wel extraverte mensen. Maar mijn ouders die hadden al honden voordat ze kinderen kregen. Dus de honden waren altijd bij ons. En ja, ik ben vanaf kind af aan altijd naar de honden getrokken. Als ik weer werd gepest op school, dan ik ging niet naar mijn ouders, ging ik naar de hond. Ja, dus ik heb echt vanaf heel jongs af aan het veiligheidsgevoel echt bij de honden gehad. En uiteindelijk is dat dan, dacht ik van, oh ja, honden hebben mij zoveel geholpen in mijn jonge jaren. Ik wil gewoon heel graag wat terug doen. Ik heb diergeneeskunde gestudeerd. Dat dacht ik ook altijd van, oh, ik wil dierenarts worden. Maar tijdens mijn studie diergeneeskunde kwam ik bij een dierenasiel terecht. Als bijbaantje. Ja, en toen was ik verloren. Wat een gaaf verhaal, joh. Ja, de asieldieren, dat is wel echt, ja, dat zijn gewoon allemaal mini-lisjes, denk ik altijd. En dan denk Ja. ik, oh ja, ik snap wat jullie nodig hebben. En dat kan ik wel. Ja, want wat hebben ze nodig? Ja, een geborgenheid, veiligheid, vooral het idee dat ze gezien worden en dat ze niet beoordeeld worden en maar raar gevonden worden. Of ja, je past niet in de maatschappij, dus dan moet je maar weg, dan ben je te veel. En ik denk altijd, nou ja, het kan ook zijn dat het gewoon niet helemaal klopt aan je maatschappij, hè? Dat kan ook. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Ik zeg ook altijd, je kunt bij mij van alles maken, dat maakt niet uit. En als mensen mij niet leuk vinden of zo, dat vind ik helemaal, dat maakt me helemaal niet uit, dat vind ik prima. Maar kom niet aan mijn asielhonden. Daar ben ik echt over een keer nou. Daar ben ik zo beschermend over. Want dan denk ik, die beesten hebben het al zo zwaar. Weet je, ze hebben al zoveel meegemaakt. Ze zijn al zo vaak niet begrepen. En dat breekt mijn hart. En dan doen ze echt allemaal hun best. Ze doen zo hun best. En dat denk ik, dat siert hun zo enorm. Mensen zouden dat nooit doen. En honden zijn daar zoveel flexibeler in. Dus daar mag je niet naar over praten. Dat Nee, mag nou niet. ja, en eigenlijk, hè, net zei je dat het zijn allemaal kleine lisjes van toen. Daarmee zeg je dus eigenlijk ook, daar bescherm je je kleine van vroeger mee eigenlijk, hè, de kleine versie van jezelf. Van ja, daar moet je niet aankomen, dat was zo kwetsbaar en dat had zo'n andere dingen nodig. Dus ik vind dat dan wel heel mooi hoe je die dan verwoordt als je die op de achtergrond erbij houdt. Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Ja, dus ik geef de honden wat ik vroeger nodig zou hebben gehad. Ja. Ja. En dat voelt echt wel als een hele pittige tijd als je daarna teruggaat als kind. Heb je echt zware tijd gehad? In ieder geval, zo voelt die voor mij. Ja, voor mij voelt het ook zo. Ik vond mijn jeugd niet leuk. Ik bedoel, en dat is niet dat ik daarover wil klagen of zo, hè. Ik bedoel, zonder die jeugd was ik niet waar ik nu stond. Dus het heeft absoluut zijn functie gehad. Maar ik denk dat ieder kind graag in een geborgen, begrepen situatie wil opgroeien. En nou ja, dat stukje heb ik. Daar hebben mijn ouders altijd moeite mee gehad. Nog steeds. We communiceren gewoon op een ander niveau, op een ander level. En dat is ook oké. Daar heb ik lang voor nodig gehad om daarmee oké te zijn. Maar dat is ondertussen is dat helemaal oké. En dat zegt niks over hun en dat zegt niks over mij. Maar ja, natuurlijk denk je wel, als je dan soms wel eens kinderen ziet met hun ouders die dan een super goede band hebben, dat je dan denkt. Oh, ja, ik kan me niet eens voorstellen hoe dat is. Weet je? Dus dan denk ik al, oh, dat lijkt me heel bijzonder om dat mee te maken. Ook wetende dat dat nooit het geval gaat zijn. Maar ja, dat denk ik, dat is ook niet erg. Maar daardoor heb ik natuurlijk wel skills geleerd die ik nu in mijn vak heel goed kan toepassen. Ja, en inderdaad, in de asiel het kan projecteren op wat inderdaad de honden nodig hebben. Precies. Mooi. Ja, niet tof, maar ergens ook wel. Het is er allebei, hè? Precies, ja. Het hoeft geen waarde oordeel te hebben. Het is er gewoon en Ja. ja, en dat is goed. Ja. Mooi, mooie reis tot zover. Hey, en toen dacht je, ik koop een camper. Lijkt me een goed idee, ik ga rondreizen. Ja, dat wil ik al zo lang. Ik ben echt zo'n vrij vogel.
Normale mensen die zeggen van, oh ja, één keer in zoveel tijd, dan vernieuw ik het interieur in mijn huis. En dat deed ik al nooit. Ik verhuisde altijd, ik nam altijd elke 15 maanden een nieuw huis en met dezelfde meubels dan. Want ik ben gewoon super snel verveeld. Ik wandel natuurlijk ontzettend veel. En zeker hier in het asiel. Ja, met mijn personeel ook. Wij lopen wel 30 kilometer op een dag makkelijk. En ik vind dezelfde routes lopen. Oh, daar kan ik niet tegen. En dan raak ik verveeld en dat vind ik saai. En toen dacht ik, nou, hoe geweldig zou het zijn als ik gewoon, ja, gewoon een huis op wielen had. Weet je, dat past gewoon helemaal bij mij. Nou ja, en toen heb ik uiteindelijk die knoop doorgehakt en de camper gekocht. En ik moet zeggen, dat was echt de beste beslissing ooit. Ja, want was dat dan vorig jaar of trek je al langer rond? Nee, ja, ik heb hem vorig jaar in februari gekocht. Denk dat goed? Ja. En toen moest er nog van alles aan verbouwd worden, want het is natuurlijk, hè, ben de reis begonnen, nou ja, met 4 honden. En die moeten veilig vervoerd worden, dus er moest een heleboel aan verbouwd worden. En toen, ja, ik had nog nooit met een camper gereden. Hè. Dat was ook nog, ja, zo, kom niet uit een kampeerdersgezin of zo. Dus ik had, ja, normale mensen die zeggen dan, ik huur eens eentje, kijk hoe het is. Nou ja, zo ben ik dan ook weer niet. In mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen. Dus dan gaan we dat doen. Ja, en toen ben ik eigenlijk... Ja, dat hij helemaal klaar was. Ja, ben ik uiteindelijk in begin oktober 2021 ben ik vertrokken. En toen ben ik eerst een weekje of zo, een weekje, anderhalf door Nederland getrokken. Dat ik dacht, nou, als het echt helemaal dramatisch is, dan heb ik nog hulp bij de hand. En daarna ben ik naar het zuiden gereden, ja. En toen, waar ben je toen allemaal beland? Ja, nou ja, ik ben dwars door Frankrijk gegaan en daar ben ik nog bij vrienden ook op bezoek geweest. En toen ben ik naar Spanje gegaan en toen ben ik bij mijn allereerste klant van mijn bedrijf. Die woont ondertussen in Spanje. Die ben ik gaan opzoeken, superleuk, want hij had nog dezelfde hond waar ik haar toen mee heb geholpen. Oh, krijg je mijn kippenvel. Ja, zo leuk, want hij is ondertussen ook al 13 en ja, was echt leuk. Hij herkende me nog en het was heel leuk om hun allemaal weer te zien. En toen ben ik naar Portugal gegaan, maar daar is een uur tijdsverschil. Het was natuurlijk winter, dan wordt het best wel snel donker en dat is weer niet zo mijn ding. Dus toen dacht ik na een paar weken, nee, ik ga terug naar Spanje, want dan heb ik weer een uur extra in de avond. Dus dan ben ik helemaal langs de zuidkust afgereden. En toen kreeg ik in januari, 15 januari, kreeg ik een ongeluk met mijn camper. Die won het niet van een vrachtwagen, blijkbaar. Hoe we daar levend uit zijn gekomen met z'n allen is nog een beetje de vraag. Maar ja, toen had ik dus geen camper meer, want het was vast te midden. En geen huis, gewoon niks uit. En geen huis, nee, alles was weg. En toevallig waren net goede vrienden van mij die ook altijd de camper verbouwden. Die waren net naar Spanje gereden om mij op te zoeken. En die waren dezelfde dag dat ik verongelukte, waren die net in Spanje aangekomen. Dus die zijn ook meteen gekomen om mij te helpen. Nou, ik ben ook heel goed opgevangen door een Spaans asiel met mijn honden. Want ik moest natuurlijk per direct een plek hebben waar ik met mijn toen 5 honden, want ik had ondertussen een hondje in Spanje gevonden, wat met mij meereisde. Ben ik opgevangen daar en heel goed verzorgd. En mijn honden meteen naar de dierenarts om helemaal na te laten kijken. En dat was echt super. Nou ja, ik heb die foto's ergens een keer voorbij zien komen, dat ik echt dacht, hoe dan? Hoezo? Want wat hadden de honden? Niks, of schaafhondjes of zo, maar echt... Ja, nou, Kai, mijn Akita, die zat normaal gezien in de bench, maar omdat ik dus een extra hond had, had ik die vastgemaakt achter een schuifdeur. En daardoor zat hij wat meer in het midden van de camper. En hij heeft dus eigenlijk de grootste klap gehad. Op het moment van het ongeluk dacht ik al ook van, oh, dat komt niet goed. Hij was echt, hij was helemaal in shock. Hij was helemaal verstijfd. En kwam ook bloed uit zijn ogen en uit zijn neus en zo. Ik heb hem toen ook meteen gepakt. En ik ben wel daardoor ook heel blij dat ik altijd ademhalingsoefeningen aan mijn honden leer. Die ik op dat moment ook heb ingezet. Want de ambulancebroeders die werden helemaal gek van mij. Want die wilden mij onderzoeken. En ik dacht alleen maar, ik moet mijn hond redden. Ik moet mijn hond redden. Dus ik ben hem langs de kant van de snelweg gaan zitten. En ik heb
hem gefocust en zegt, je moet met mij meeademen. En zo hebben we zeker een half uur gezeten en toen is hij langzaam uit de shock gekomen. Ja, en hij liep moeilijk in het begin, maar dat is gaandeweg altijd beter geworden. En de rest had ja, eigenlijk niks. Die kleintjes die zaten in de bench, die keken een beetje rond. Oh, dat was leuk. En mijn kangal, mijn oudste, die zat ja, aan een veiligheidstuig. En die lag gewoon nog op de plek. Er was wel een schaar door de camper ergens gevlogen. En daar had ze een wondje van. Maar dat stelde niet zoveel voor. Dus ja, die zijn er allemaal ja, met net niks vanaf gekomen. En ik ook op de een of andere manier. Engeltje gehad. Nou, een hele berg, hè? Een hoorde. En ja, ik heb die foto's echt insane. Als je dit weer vertelt, dan denk ik, nou, dat is een wondertje geweest. Maar ademhalingsoefening, ik denk dat mensen die dit luisteren wel heel interessant vinden hoe je non tot aanleert, hoe jij dat doet, hoe je dat ziet, wat het betekent. Vertel alles erover. Ja, wij werken natuurlijk vooral met honden met zware gedragsproblemen. En dat zijn vooral honden die heel erg in hun hoofd zitten, net als heel veel mensen. En wat je dan krijgt is dat ze heel oppervlakkig gaan ademhalen. En een hond heeft van nature natuurlijk een buikademhaling of een borstbuikademhaling. Maar heel veel honden in Nederland zitten echt in een hele hoge borstademhaling. Waardoor ze gewoon hun prikkels niet goed kunnen verwerken. Omdat je dan te weinig zuurstof naar je brein krijgt. Dus hier is dat best wel. Wij krijgen dus ook honden die zo overprikkeld zijn en zo bang voor het leven dat zij zo hun adem inhouden dat ze flauw vallen. En dat zie je bij kleine kinderen ook wel eens gebeuren. Dus bij ons is het vrij normaal dat we eigenlijk, dat is denk ik ook het woord wat hier het meest wordt gezegd, is adem. Dat de honden, dus als ze bijvoorbeeld een hond zien of een auto of wat ze dan ook spannend vinden, doen ze. En wij leren dus de honden altijd op dat moment dat ze naar ons kijken, dat ze de focus op ons leggen en dat wij heel rustig gaan ademen, dat de hond eigenlijk onze snelheid van ademen over gaat nemen en de diepte van het ademen. Dus daarmee maken we onze rust groter dan de stress die de hond op dat moment ervaart. En ja, dat is wel echt een superfunctionele oefening in alle omstandigheden. Ja, en dan leer je ze eigenlijk een soort van in spannende situaties contact te maken met jou of met de eigenaar of met de handler. En dan te gaan volgen. Dat is eigenlijk de cue die ze dan leert. Ja, nou ja, wij zijn niet zo van het conditioneren, dus wij doen wel echt dat ze zelf ook net moeten nadenken. Dus dat ons uiteindelijke doel is dat de hond dus een besef krijgt van hé, hey, als ik schrik, doe ik dit. En het eerste wat ik moet doen is. Ja. En dan rustig gaan ademen. Dat hij het uiteindelijk dus ook zonder een mens erbij kan. En dat hij ook in vrije situaties diezelfde schakeling kan gaan maken. Ja, mooi. En hoe? Ik meteen af te vragen, hoe dan? Hoe dan? Ja, hoe dan? Ik denk dat het helpt dat wij niet vanuit, ja, wat ik zeg, wij conditioneren niet. Dus wij doen niet met klikkers of zo, klikkoekje, klikkoekje. Want dan, en we werken ook niet nauwelijks met commando's, omdat bij alles wat je aanleert met een klikker en met commando's, is mijn ervaring, dan schakel je het eigen denkvermogen van een hond uit. Dan creëer je soldaatjes. Hè? Je geeft een order en de hond volgt het op aan jouw stuur. En die denkt daar, er zit geen vertraging in. En ik hou juist van honden met een vertraging. Daarom hou ik ook van hele ouderwetse types, want die denken wel, die kunnen zelf nog heel goed nadenken. Dus dan zeg je, ja, bij mijn Akita zag je dat altijd prachtig. Dan zeg ik, zit. En nou ja, in de hondentaal is natuurlijk, zit heeft gewoon een functie. Hè? Dat betekent, ik heb respect voor wat je doet of wie je bent. En dan ging hij altijd mij even lezen. Dan ging hij kijken, ja, maar heb ik wel respect voor je? Hoe was je vandaag? Wat straal je uit? Wat heb je vandaag gedaan? Hoe is onze band? En dan ging hij, als hij dan dacht, ja, nu heb ik wel, dan ging hij zitten. En daar zit dus een hele mooie vertraging in. En dat vind ik hartstikke top. En van dat, dus eigenlijk de tijd tussen de actie en de reactie, daar maken wij gebruik van. Dus bij impulsieve honden, daar zie je vaak actie-reactie, daar zit bijna geen tijd tussen. Waardoor er dus ook geen tijd is om na te denken. Dus dan neemt gewoon dat brein en het snelste neurale pad, het meest uitgesleten neurale pad, daar zoeft het doorheen en dan doen we dat. Nou, en daar krijg je natuurlijk nooit een gedragsverandering op. Dus we gaan eerst altijd trainen met
Je hebt een bepaalde actie. En dan gaan we wachten totdat je een reactie vertoont. Wij willen daar een vertraging in hebben. En op het moment dat die vertraging er is, dan kunnen we die tijd benutten om daar een nieuw denksysteem op te zetten. Dus hey, is dat een handige actie? Werkte dat voor je? Hè? Als jij elke keer als hond, als een gek uitvalt aan de lijn bij een hond die je ziet, dan, nou ja, één, het werkt niet voor je, want je krijgt er heel veel, je krijgt de hoofdpijn van, je krijgt de nekpijn van. Je hele energie wordt niet leuk, de energie van de mensen om je heen worden niet leuk. Je maakt jezelf alleen maar banger en gestresster, je kunt er slechter slapen, dus het heeft heel veel gevolgen. En dan zeggen wij van, nou oké, dan gaan we eerst proberen die reactie onmogelijk te maken, in ieder geval voor een korte periode van tijd. Hey, kijk eens wat er gebeurt als je niet uitvalt, hè? Want de honden die uitvallen, wat willen die? Die willen die hond wegjagen. Nou, oké, dan gaan we zeggen, oké, dan laten we die hond in de buurt. Totdat je niet meer uitvalt. En dan denkt die hond, hé, maar wacht eens even, nu val ik niet uit. En nu gaat die hond weg. Hey. Error. Ja, nou ja, error of niet. Maar dan gaat hij op een gegeven moment denken, van, maar wacht, als ik uitval, blijft de hond in de buurt. Dat is niet de uitkomst die ik wil hebben. Ik wil dat de hond weggaat. Als ik niet uitval, dan gaat de hond weg. Dus welk gedrag levert mij meer voordeel op? Ja. En daar maken we dus, en dan moet de hond die schakeling dus zelf gaan leggen. Dus in plaats van dat we hem continu bij alles helpen, gaan we zeggen van, hey, kijk eens wat er gebeurt. Maar neem nou eens even de rust om te kijken wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Nou ja, en dan ziet hij twee dingen. Eén, die hond eet mij niet op. Nou, dat zorgt ook al voor een veiliger gevoel. Hé, een hond die langskomt wil niet meteen zeggen, ik word doodgebeten. Chill. En twee, als ik niks doe, gaat hij ook weg. Ja. Chill. Ja, want vanuit welke emotie denk jij dat honden uitvallen? Angst. Ja. Ja. Punt. Punt. Angst.nl. Maar als je dan kijkt naar... Even nadenken hoe ik mijn vraag, ik had net bedacht hoe ik hem moest stellen. Als je dan kijkt naar wat je dan eigenlijk dus doet, is stel dat ik bang ben voor spinnen, hou je de spin langer bij mij. Maar hoe ga je dan wachten totdat, hoe moet ik dat uitleggen? Kijk, ik snap dat het gedrag op een gegeven moment dan verzacht, want het gedrag levert niks op, de spin blijft. Dus dan merk ik op een gegeven moment van, hey, als ik niet ga lopen schreeuwen en hysterie doe, dan wordt spin weggehaald. Hè? Die begrijp ik. Maar hoe maak je vervolgens, want dit is het puntje van de ijsberg, het stukje gedrag. Maar hoe maak je vervolgens de vertaling naar dat die verankert in dat systeem eronder? Dus dat het, je wil natuurlijk uiteindelijk, en dat zie ik ook dat je al onder dat, op in ieder geval de video's die ik historisch zie ook hebben. Je wilt een bepaalde, ik noem dat altijd, okéheid met de wereld en met andere honden. Je wilt zeg maar niet dat ze zich onderdrukken, dus een bal onder water houden, dus zich niet uiten. Jij wilt ook uiteindelijk die emotie eronder veranderen, maar dat start op een gedragsniveau. Hoe zie jij dan de klik, niet als hoe zie je dat, maar hoe... Moet je dit dan 100 keer doen of 3 keer? Of wanneer schakelt het over nadat het ook op emotioneel niveau oké wordt? Hoe vaak doe je dit of hoe doe je dat? Dat is totaal verschillend per hond. Dus inderdaad, ik denk altijd spinnen en mensen een mooi voorbeeld. Want heel veel mensen zijn bang voor spinnen. Geen idee waarom. Maar oké, stel jij bent hartstikke bang voor spinnen. En je raakt helemaal in paniek. Nou, wat ga ik dan doen? Eén, ik zeg inderdaad, hey, daarachter is een spin. Dan ga ik altijd kijken, waar ligt jouw comfortzone? Hè? Dus van waar ga jij helemaal uitfreaken? Dan zijn we al te ver. Dan is hij te dichtbij. Dat wil ik liefst voorkomen. Maar waar voel je, waar zit hij net buiten je kop? Weet je dat je denkt, maar ik zit niet in de hele paniek. Hè? Dus ik wil je niet uit de situatie halen. Ik wil je ook niet te verder induwen. Ik ga niet zeggen, hè, zoals we vroeger deden met plodding, hey, ik gooi nu 700 spinnen op je. Veel succes. En inderdaad, als je dan maar een keertje stopt met schreeuwen, ja, dan haal ik ze weg. Ja, dan ben je gewoon, dan wordt je angst gewoon alleen maar groter. En want je bent gewoon helemaal in paniek en je voelt je ook nog eens in de steek gelaten. Dat is absoluut niet wat we willen. Dus ik zou dan zeggen, hey Amber, hier is een spin. Kijk, ik ben niet bang. He, dus dat is wel in het begin superbelangrijk. Ik ben niet bang voor spinnen. Dus bij mij ben je veilig. Als die spin beweert, dan hoef je niet eens zelf een stap naar achter. Stel, die spin doet één stap naar voren. Hoef jij niet eens een stap naar achter te doen. Ik zet die stap, ik duw jou wel naar achter.
En ik blijf tussen jou en die spin in staan. Dat wat er ook gebeurt, op mij kan je bouwen. Die spin die komt no way aan jou. Wij moeten eerst langs mij. Dat lukt hem niet. Ik ben, nogmaals, ik ben niet bang voor spinnen. Ik grijp hem bij zijn kleren, maar niet uit, bij zijn pootjes. Dus dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Dat jij dan denkt, oh, nou, die Liz, die is echt niet bang. En die straalt zoveel zelfvertrouwen uit. Volgens mij ben ik hier wel veilig. Nou, als jij dan op een gegeven moment ziet, die spin die zit daar gewoon en die doet niks en die Liz is veilig. Dan zeg ik, hey, durf je het aan om samen met mij, en ik blijf er nog steeds tussen staan, een stapje dichter bij die spin te zetten. En als jij dan een heel klein stapje. Nou, toch doen we een heel klein stapje. Ja. En dan zul je eigenlijk zien dat je uiteindelijk is het een beetje een sneeuwbaleffect, totdat je heel dicht bij de spin komt. Hè? Dus dan zul je zien dat je steeds sneller stapjes durft te zetten, totdat die spin op, nou zeg voor een mens, 50 centimeter is onze persoonlijke zone, van jou af zit. En dan zul je het weer een beetje benauwd krijgen. dan, wat ik dan zou doen, is dat ik zeg, van, nou dan wil ik niet dat jij continu maar naar die spin zit te kijken en daar volledige focus op zet, dan zou ik zeggen van, nou, weet je wat we doen? Die spin en ik, zij zijn goede vrienden. Ik zet die spin op mijn arm. Die zit hier op mijn hand. Jij loopt aan de andere kant van mij. Die spin zit aan deze kant. Ik zit er dus nog altijd tussen. En we gaan gewoon samen een stukje wandelen. Weet je, want die spin die houdt van wandelen en die heeft dezelfde interesse als jij. Dan gaan we lekker een beetje bonden. Hè? En waardoor jij eigenlijk in het dagelijks leven, bijvoorbeeld gaan we samen net met de spin naar de winkel of weet ik veel wat we doen, maar een beetje gewoon gewend raakt aan het zijn van die spin. En uiteindelijk krijg je, omdat je het dan meeneemt in het dagelijks leven, dat jij een beetje dat je denkt, oh, die spin is toch wel interessant. Ja, die vindt eigenlijk in de winkel dezelfde koekjes lekker als ik. Oh, wauw, wat cool. En dan ga je toch eens een beetje praten met die spin. Of dan ga je, waardoor eigenlijk de angst voor die spin steeds een beetje kleiner wordt. En uiteindelijk komt er wel een moment dat jij dan tegen mij zegt van, hé, maar Liz, kan ik die spin niet ook, zou ik dat niet kunnen? Zou ik die spin niet ook vast kunnen houden? En dan zeg ik, ja, tuurlijk kan jij dat. Daar heb ik nog geen seconde aan getwijfeld. Ja, tuurlijk kun je dat. Hoeft niet, maar wil het. Mag wel. En als je het niet meer leuk vindt, dan haal ik hem weer weg. Geen probleem. En dan voel jij je helemaal fantastisch als je die spin hebt. En dan zeg ik, wat goed bezig, joh. Kijk jij nou. En dan denk jij, wow. En een pender. Dan zeg ik, je hebt zo'n spin. Ik doe dat nog een keer. En dan zul je zien, bij die tweede spin zul je het hele proces weer even opnieuw moeten doorlopen, maar het gaat veel sneller. En dan komt een derde spin, een vierde spin, een vijfde spin, een zevende spin en een 700ste spin. En ja, dus dat is met die verschillende spinnen. Is eigenlijk, je oefent bijvoorbeeld met een witte herder. En daarna oef je met een zwarte herder. Dan met een wit klein hondje. En dan met een beagle. En zo ga je dan. Die spinnen zijn verschillende rassen, soorten, type, grootte enzovoort. Ja, ik denk zelf dat honden niet zoveel kijken naar rassen, type, grootte. Ik denk dat ze vooral kijken naar energieën. Dus ik kan ook zeggen van, ik pak 27 witte herders. Want binnen de witte herders zijn er natuurlijk ook nog allemaal verschillende type honden. Maar ik pak bijvoorbeeld een hele zelfverzekerde, kalme hond. Hè. Dat is meestal heel makkelijk. En dan pak ik later, als je al heel ervaren bent. Hè, stel, jij bent al heel goed met die spinnen. Dan zou ik een spin pakken die bang is voor mensen. Ja, die spin die zelf in paniek raakt. Want dan moet jij die veiligheid aan die spin gaan bieden. Want jij weet nu hoe het was om je zo te voelen en hoe vervelend dat was. En je weet ook hoe je er vanaf komt. Ja. Waardoor jij dus weer een ander kan gaan helpen. Dus dat doen wij dus ook met de onzekere honden. Die mogen daarna eigenlijk meer een beetje als therapiehond gaan functioneren. En de nieuwe honden gaan helpen. Ja. Ja, mooi. En dan heb je het rondje weer rond. Het cirkeltje weer rond. Het rondje is altijd rond. Het cirkeltje weer rond. Dat zei ik ook hetzelfde. Maar wat ik er nog over wil zeggen, want je raakt daar wel iets super interessants aan. En die wil ik je aan de scheenbenen leggen. Je zegt namelijk iets heel bazaals. Ik sta als Liz vol zelfvertrouwen tussen de, zonder angst voor spinnen. Tussen de spin en Amber in dit geval. Maar als dat niet een Liz was, maar een Anne of een Suzanne, die wel, waarbij ik al een beetje voel dat die het niet helemaal menen, of dat ik toch een ingang voel dat ze een beetje wiebelen, dan gaat dit never, nooit, niet werken, niet. En dan kom ik op het punt dat volgens mij, als we deze metafoor doortrekken, is, ben jij de hondeneigenaar, is de spin de andere hond, en de hond is, of Amber is de hond, zeg maar. Even heel, dat was volgens mij de setting. Dus wat we dan van eigenaren gaan vragen, is om niet bang te zijn van vreemde honden. Ja,
Maar dat moet je sowieso, dat is helemaal niet handig als je bang bent. En weet je, en ik kom in mijn vak ook weinig mensen tegen die bang zijn voor vreemde honden. Ze zijn bang om de controle te verliezen in die situatie. Ze zijn bang dat ze om niet te weten wat ze moeten doen als die hond op hun hond zou klappen of hun hond op die andere hond. En op het moment dat je mensen natuurlijk de tools geeft en precies de handleiding van nou, zo kun je voorkomen dat de honden op elkaar klappen, zo moet jij een andere hond wegsturen als hij als een ongeleid projectiel op je honden afstormt. Maar ook zo, stel ze raken wel in het gevecht, nou, dit zijn de risico's en zo haal je ze uit elkaar, zo hou je je rust erin. Ook mensen krijgen bij mij ademtherapie. Dan, kijk, vaak als mensen de kennis hebben en niet meer denken, oh, dadelijk kom ik in een situatie en ik weet niet wat ik moet doen, dan haal je al een heel stuk angst weg. Als zij precies weten van, oh, ik moet dan en dan moet ik gewoon dit doen en ik moet zo en zo en moet ik dat doen. En als het echt helemaal misgaat, dan is er meestal ook nog geen man overboord. Dan kan ik nog steeds handelen. Dat zorgt natuurlijk wel voor een heel stuk rust. Ja, want dat is natuurlijk wel een heel bazaal iets. Heel veel mensen zijn geen geboren leiders of zo. En we zijn natuurlijk in de kern voornamelijk, althans 90% van de mensheid is gewoon volgers. Ik denk dat we dat ook zien hoe de wereld is opgebouwd, hè? Daar kunnen we van alles van vinden, maar het is wel de wereld die we gebouwd hebben. Dus dat is wel een stukje wat ik heel snel zie, is dat het stukje. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe jij dat dan doet. Je zegt dan met ademtherapie en ze kennis geven, skills geven, dat ze weten hoe te handelen. Maar iemand die wiebelig is, heeft ook gewoon tijd nodig om zelfvertrouwen natuurlijk te ontwikkelen. Daar moet hij zichzelf in trainen. En dan nog kan het natuurlijk wel gebeuren dat er gewoon ineens 6 honden op jou afkomen. En als dat dan niet jouw werk is zoals jij en ik, is dat best imponerend als er zo'n uitlaatservice met 6 honden op jouw hond afkomt. Dan, ja, ik snap wel dat. Ik kom het echt vaak tegen hoor. Dat mensen daardoor eigenlijk niet zozeer als pup af aan of als herplaatser bij hun kwam spanning hadden, maar door eerdere ervaringen wel spanning nu hebben. Ja, absoluut. Hoe zie jij dat stukje van nou ja, volgers en leiders en dit stuk als er ook al eerdere negatieve leerervaringen zijn, vooral ook bij de mens? Ja, nou ja, goed. Het is inderdaad bij zoogdieren wordt 20% ongeveer als leider geboren en 80% als volger. Dan kun je heel bazaal zeggen, ja, nou, de niet-leiders moeten geen leiding geven. Maar ja, dat gaat een beetje mis in deze wereld. Maar dat is natuurlijk bij hondeneigenaren vaak ook. Alleen moet je er zeker in Nederland bij. Kijk, een mens kan altijd in een mensenmaatschappij beter leiding geven aan een hond dan een hond. Dus de hond is daar altijd de volger, want hij is niet gemaakt voor deze maatschappij. Ja, een hond kan het in. Ik zeg ook altijd: als ik in Noord-Noorwegen les zou geven, zou ik heel anders les geven dan in Nederland. In Spanje geef ik ook anders les dan in Nederland, want de maatschappij is gewoon anders. En de regels zijn anders. Hè? Als ik in Cyprus met mijn hond loop en mijn hond loopt aan een lijntje en jij gaat mijn hond aaien en de hond bijt jou, dan ben jij volgens de wet, ben jij als mens schuld. Want jij mag geen aangeleide honden aaien. In Nederland is dat natuurlijk totaal anders. Dus daar moet je per land gewoon heel erg rekening mee houden. Ik denk dat iedereen blijer wordt in het leven als hij minder onzekerheden heeft. Ik denk dat dat ook een heel groot probleem is in Nederland. Hè. Die mensen zijn super onzeker. Nee, we doen allemaal stoer als Nederlanders, maar de Nederlanders is best wel onzeker. En ik denk dat het heel erg fijn is voor mensen om minder onzekerheden te hebben. Dus dat is waar ik altijd met hun aan werk. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen proces in. Hè. Ik zeg niet, goh, ik kom vandaag en ik wil dat je morgen de meest zelfverzekerde persoon bent ever. Hè, dat gaat stap voor stap, dat is ook niet erg. Hè? Dan krijg je weer dat spinnenverhaal, dat heeft gewoon tijd nodig. Maar in het begin ga ik ze dus laten zien van kijk, zo doe ik het. En natuurlijk, energie is een beetje, daar kun je mee besmet worden. Hè? Dus daarom vind ik het altijd fijn dat mensen een beetje van mijn energie fairy dust meekrijgen. Dat ze een beetje besmet worden van hé, hey, we kunnen gewoon alles. En dan denk ik, ja. Ik kom ook van een super verlegen kind met rood haar en een bril en een beugel, die alleen maar met haar haren voor de ogen door het leven ging. Naar iemand die denkt, nou, dit leven, prima, kan het wel aan. En die shift, die gun ik iedereen. Want het leven is zoveel leuker als je niet onzeker bent. Ja, En als je de haren uit je ogen haalt. precies, dan zie je zoveel meer dan alleen maar de stoep. Ah. Gerrit.
Ja, nou ja, en dat wil ik dus die mensen ook Ja. meegeven. Dat ik gewoon zeg van, nou, we gaan daar gewoon samen voor. Het is super prima als je onzekerheden hebt, maar spreek ze uit. Leer ze te herkennen eerst al Dat eens, is hè, één, want dat ja. is ook voor mensen heel moeilijk. Word gewoon een stukje bewuster. En ga dan ook kijken, zijn de angsten die je hebt, zijn dat echte angsten of zijn het fantoomangsten? Bestaan ze echt? Is de kans dat ze er ooit gaan zijn realistisch? Of is het jouw hoofd wat continu te druk is en daardoor miljoen scenario's die waarschijnlijk nooit gaan gebeuren, continu afspeelt? En dan gebruik ik dan weer technieken om vooral dat stemmetje in het hoofd bij mensen, dat zeg ik altijd, dat moet er niet zijn. Heb jij zo'n stemmetje wat zegt, oh ja, misschien zou er dit kunnen gebeuren, oh misschien. Of zie je inderdaad een andere hond komen en zie je al voor jouw in je geestesbeeld dat jouw hond zich lostrekt en op die hond klapt, of ik weet niet wat van drama. Dat moet er gewoon niet zijn. Weet je, het hoeft ook niet, je hoeft ook niet te zien dat het allemaal fluffy en noem maar. Maar als je geen verwachting creëert, dan bij het leger zeggen ze altijd: verwachting is de basis van teleurstelling. Dus dan zeg ik altijd: ja, weet je, ga er gewoon open in. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het enige wat je kan doen is handelen in het moment. En ook daar ben ik blij met mijn verleden inderdaad. Want ik was vroeger net zo'n paniekaas hoor. Oh man, ik weet dat ik een keer. Toen had ik nog 7 honden en toen ging ik een keer op een vakantie. En toen had ik zo'n aanhangwagentje, want ze paste niet allemaal in mijn busje. Met 2 honden erin achter mijn auto gehangen. En die zijn gemaakt daarvoor, hè? Die zijn hartstikke veilig. Ik heb de hele rit, die 9 uur lang duurde, zo achter het stuur gezeten. Dan komt dat ding los, de band klapt. Ik had allemaal doomscenario's, continu, die hele reis in mijn hoofd. En wat denk je dat er is gebeurd? Nee, Helemaal waarschijnlijk niet. niks. Je bent aangekomen. Ik ben gewoon aangekomen, hartstikke nekpijn, hoofdpijn van de spanning die ik puur mezelf had toegebracht. En het nadeel is ook nog eens, door dat continu in je hoofd af te spelen, want waarom doen mensen dat? Die denken, oh ja, maar als ik van het ergste uitga, dan kan het alleen maar meevallen. En dat is onzin. Dat klopt niet. Want als jij van het ergste uitgaat, dan gaat jouw lichaam al door alle stress alsof het ergste is gebeurd. Ja. Stel, in het allerergste geval gebeurt dat ergste ook nog eens, dan is jouw lichaam op dat moment al zo uitgeput van alle stress. Hormonen die jij de hele tijd hebt aangemaakt, dat je altijd minder accuraat kunt reageren. Dus het heeft in alle opzichten totaal geen functie. Dan denk ik, sta er gewoon blanco in. Was die band geklapt? Was mijn aanhangwagen eraf gevlogen op de een of andere magische wijze? Dan had ik dan opgelost. En Ja. is het niet gebeurd, dan is het niet gebeurd. Dan ben ik lekker relaxed. Ja, het probleem later waar die zich ontpopt, hè? Niet van tevoren. De meeste mensen liggen nachtenlang wakker van momenten, situaties die ze nooit gaan meemaken. Dat is natuurlijk zinloze energie en dat is ook wat ik jou hoor zeggen. Maar wat daar nog wel interessant is, en dat hoef ik niet verder uit te diepen, maar iedereen gaat natuurlijk wel anders met die reis om. Stel dat we 10 mensen op die reis laten maken die jij maakt, 10 mensen die dat spannend vinden. De eerste stopt na 1 minuut, de andere stopt na 10 minuten, de andere stopt na een halve dag. En de andere rijdt gewoon helemaal door met hoofdpijn en nekpijn aankomend. Hè? Er zijn natuurlijk wel allemaal weer verschillende manieren. En het is niet een. Snap je, die mensen kunnen wel allemaal dezelfde gedachten hebben, maar wat ze vervolgens doen in handeling is wel super verschillend. Ja, weet ik niet. Is dat zo? Ik denk als iedereen. Kijk, ik denk als iedereen zou denken van oh, oké, okay, die gedachten die dienen mij niet. Dat niemand zou stoppen. Dat iedereen die reis gewoon door zou maken, want dan heb je de spanning niet. Op het moment dat je die spanning wel ervaart en je zou dan al na een minuut stoppen, ja, dan hè, stel je stapt hier in de auto, je rijdt de afrit af en je denkt, nou, ben ik klaar mee. Dan denk ik dat je heel erg gewend bent om in je comfortzone te blijven. Ja. Dat is een heel ander probleem. Maar hoe moeten we daaraan gaan werken? Heel ander probleem. Dat is een andere podcast-episode ook. Ja. Right. Nou ja, misschien is het wel leuk om van daar een bruggetje te maken met waar ik eigenlijk, want we zijn heerlijk even jouw journey ook aan. En dat vind ik hartstikke leuk. Maar ik had natuurlijk ook een soort van beloofd, we gaan de wrijving opzoeken. Dus laten we daar nog even voor gebruiken. We volgen elkaar op Instagram. Nou, ik denk dat we inderdaad dingen heel anders doen. Maar ook als ik je nu wil horen, dan heb ik zoveel bewondering voor je. En
Ik hoor dan echt wel dat we dingen gewoon hetzelfde bedoelen, maar een andere uitleg of een andere woorden daaraan geven. En dat vind ik dan weer zo fantastisch. Maar twee dingen, ik had wel even erover nagedacht. Van wat zijn dan dingen waar we het misschien even heel praktisch of leuk over kunnen hebben? Nou, jij hebt ooit ingesproken van, ja, ik ben van minder die jubelstemmetjes. Ik dacht, oh, die is echt fantastisch, daar gaan we het over hebben. In ieder geval, dat zou ik leuk vinden, wat het dan met jou doet en waarom ik het wel doe. En wat ik denk, waarom jij dat zegt. Dat we die even bespreken. En de andere waar ik aan gedacht had, zit hem in... Maar ik geef bijvoorbeeld geen sturing aan de lijn. Voor mij is de lijn echt een veiligheidsmiddel en een begrenzing. Dus ik hou mijn hond veilig door de lijn. Ik vind echt, als een hond bedoeld was om aangelijnd te zijn, had hij wel een haak tussen zijn schouderbladen. Het is dat de hond met ons samenleeft en wij een hele drukke wereld hebben gecreëerd, dat we hem ze moeten aanlijnen. Maar ik geloof in de kern dat een hond daar niet voor gemaakt is per se. En ik ben dus heel benieuwd hoe jij dat stukje lijnvoering ziet. En dan is dat misschien een haakje naar eventueel correcties met de lijn, de ja of de nee. Zouden die twee voor jou oké zijn om eens samen op te zoeken? Ja, zeker. Prima. Jij mag kiezen met welke je wil beginnen en uitleg geven. Oh joh, ik kan over allebei een uur doorpraten. Nou, laten we beginnen met de jubelstemmetjes, waarom dat niet mijn ding is. Ik denk dat ik gewoon niet het type mens ben. Ik neem honden super serieus. Ik vind honden magische wezens. En ik vind, als ik dan weer naar mij kijk, naar mijn vroegere mij, vond ik het verschrikkelijk als mensen mij gingen betuttelen. Ik kan me nog de meest verschrikkelijke verjaardag ooit herinneren. Ik was een jaar of 6, 7 of zo. En toen kreeg ik van 2 mensen een Barbie-pop. Nou echt, ik ben huilend naar mijn kamer vertrokken. Want toen dacht ik echt, zien die mensen mij niet? Wat denken ze dat voor een klein kind? Ik met Barbies wil spelen. Weet je, en een andere tante gaf mij een paard. Nee, ze een Barbie-paard. Nou ja, prima, daar kun je mee aankomen. Maar wat moet ik met een Barbie-pop die een jurk aan moest aantrekken? Die kun je op dat paard zetten. Ja, dat vond ik zielig voor het paard. Dat doe ik toch niet. Dus, nou ja, goed. Dus dat stukje, ik was als kind super serieus. En ik denk ook, zeker de honden die ik train, zijn ook super serieuze honden. Die hebben het zwaar in het leven. Die zien het leven best wel donker in. En, en ik denk dat als ik dan met babystemmetjes naar ze ga praten... ik krijg er zelf wel een beetje kriebels van. Ik vind dat ook verschrikkelijk. Ik ben ook kindercoach. Als mensen dan bij kinderen doen, dat kan ik ook niet tegen. Oh, kijk, dat is een waf-waf. Ja. Later moet je je kind gewoon leren dat het een hond heet. Dus waarom zou je niet gewoon zeggen, hé, dat is een hond? Ik bedoel, dat maakt het toch veel makkelijker voor dat kind vooral. En als je dan zegt, hé, dat is een hond. En ik maak het geluid, waf-waf. Dat makes sense, maar het is een waf-waf, klopt gewoon niet. Feitelijk onjuist. Ongeschikt. Ja, precies. En ik vind, en wat mijn ervaring is, ook bij mijn klant Dizzy, is ik krijg natuurlijk heel veel mensen die wel naar hondenscholen zijn geweest, waar ze heel happy-go-lucky hebben moeten belonen. En dat vind ik tweeledig niet handig. 1, die mensen voelen zich vaak super awkward. Want er staat er zo'n grote, brede man, met een hele zware belstem. En dan moet je helemaal uit zijn comfortzone gaan zeggen. Ja, weet je, dat komt al niet gemeend over. En ik denk dat honden enorm getriggerd worden door energieën. En ik vind belonen echt super belangrijk. En ik vind mijn honden, maar ik beloon mijn honden altijd trots. Ik ben ook op dat moment zo trots op ze. En dat komt ergens vanuit mijn binnenste. En dat borrelt dan omhoog. En dan komt daar gewoon. En dan zeg ik, oh wauw, wat ben je goed. Wat doe je dit goed? Wauw, ik ben zo trots op je. Maar dat is dan nooit die energie super trots. Die wordt in mijn lijf nooit gelinkt aan hoogstemmetje. Hoogstemmetje wordt altijd gelinkt aan opgewondenheid. En opgewondenheid is niet iets wat ik bij mijn honden wil creëren. Want opgewondenheid creëert impulsiviteit. En wij krijgen honden waar een groot probleem is dat ze te impulsief zijn. Dus dat wil ik. Dat kunnen ze al. Daar hoef ik ze niemand te leren. Dus... Dat is ook, daarnaast is natuurlijk in de dierenwereld, en dat is bij eigenlijk alle zoogdieren zo, op het moment dat een dier zich in nood voelt, krimpt hij in elkaar en gaat hij een hoog stemgeluid opzetten. Dus mijn ervaring met niet alleen honden, maar met alle dieren is op het moment dat ik mij klein maak en ga piepen, ja, dan vang ik wel de attentie van die hond, maar
omdat hij denkt dat ik een nood ben. En dan linkt hij het naar mijn beleving niet aan een beloning. Dan linkt hij het, ha, dat wil niet zeggen dat ik niet met mijn honden kan dollen. Ha. Ik bedoel, met bedenken, kan ik even wel zeggen, hey, een dansje doen en zingen. Maar, ja, badly. Maar als beloning, als ik echt wil dat ze merken dat ik dat bepaald gedrag is, of vooral een bepaalde gemoedstoestand, want dat is vooral wat ik beloon, dat ik wil dat ze die herhalen, dan vind ik dat trots zijn superbelangrijk. Ja, maar het is ook, sorry, ik ga je onderbreken. Het is natuurlijk ook super interessant dat je het met je Podenco wel doet. Niet als beloning. Niet okay. als hij losloopt en ze ziet een hele... Nee, maar als Dat is gewoon als voor de grap dan, hè? Maar dat creëert dan ook meer excitement. Hè? Dus als ik zeg, ik wil met haar dansen, ja, dan moet ze een beetje in een hoge energie zitten. En daarvoor zou ik het dan gebruiken. Maar dat doe ik dus niet tijdens een training. Als zij een hele kudde konijnen tegenkomt en ze checkt in en ze denkt, hé, ik hoef niet achter konijnen aan. Ja, hallo, dus van Podenco ook super knap. Ja, dan komt die mega trotse beloning weer. En dan ga ik niet zeggen, want dan sprint zij binnen een seconde toch naar die konijnen toe. Ja, ja, ik snap het inderdaad. Ik denk dat het verschil is qua beloning, waar jij hem op inzet. Maar het mag er wel zijn in neutrale settingen, waar je vriendschap of aansluiting, wat dan even leukigheidjes tussen jullie samen. Dat is wat ik vooral hoor. Maar is het dan zo dat, even nadenken hoe je het er net zei, terughalen, opwinding, naar reactiviteit. Ik weet het niet meer. Nee, sorry. Ik had een hele goede vraag in mijn hoofd, maar ik ben niet aan het schrijven, dus ik heb het niet opgeschreven. Het ging even over die opwinding, dat ik dacht, jij schreef aan van, oh ja, ik weet het al wel, opwinding zoogdieren inkrimpen, dat verhaal zeg maar, paniek, noodsignaal. Zijn honden niet zo intelligent dat ze op een gegeven moment gewoon doorhebben dat sommige mensen dit doen, zeg maar? Dus dat ze leren dat dat geen nood is en dat ze... dat het een dynamiek is die een eigenaar misschien af en toe opzoekt met de hond. Waardoor ze dus loskoppelen van nood. Zie je dat ook? Ja, absoluut. Alleen ik zie ook wel nog steeds dat het dan wel verwarrend is. En dan denk ik altijd, ja weet je, mijn mensen zijn zo intelligent. Oh, ja, vinden we zelf. Waarom zou je het zo moeilijk maken voor de hond? Wij kunnen makkelijk in hondentaal communiceren, want honden communiceren hetzelfde als zoogdieren en wij zijn ook toevallig zoogdieren. Dus in principe communiceren in dezelfde taal. Waarom moeten we dan inderdaad die hond eraan gaan wennen dat wij nou eenmaal gekke dingen doen? Hè? Daar trainen wij de honden wel ook op. Hè? Van ja, mensen doen nou eenmaal soms raar, ja, dan moet je maar gewoon links laten liggen. Maar wij leren ze dan van ja, negeren het. Weet je, als mensen een beetje door de kamer gaan staan springen en hopsen. Dat is ook een opgewonden energie. Nou, hoeveel honden zijn er niet die dan mee gaan springen en hopsen? En dat vinden mensen leuk, totdat er kleine kinderen komen en een kinderfeestje hebben. Ja, en dan is het opeens, dan wordt het kinderkegelen en dat vinden ze dan weer minder leuk. Ja. En dan denk ik, dus ik leer de honden eigenlijk van, oké, als mensen opgewonden en geraar doen, instabiel, laat ze links liggen, joh, moet je niks mee. Het is gewoon een beetje gek dier, zo. Ja. Ja, terwijl, eens. Terwijl negeren, ik weet niet ooit of je een slechte ex hebt gehad, of een vervelende zus, of een afgrijzelijke vriendin waar je niks mee te maken wil hebben. Maar negeren, voor mij kost negeren echt veel meer energie, dan dat ik er een bepaalde okéheid in vind en iemand gewoon kan groeten, zo emotieloos bijna van hi. Negeren vind ik wel ook altijd, als ik puur zuiver naar mezelf kijk, kost mij bakken met energie. Ik wil altijd niemand in mijn omgeving hebben die ik aan het negeren ben. Want dat is nog steeds ermee bezig zijn op een bepaalde manier. Ja, maar dan pak je een hele andere energie bij het negeren. Dus negeren is de actie en de gemoedstoestand, die is bij mij dan gewoon oké en neutraal. Hè? Dus, oh ja. Dus mens doet gaak, hond denkt, oké, neutraal, actie wordt, ik negeer het. Ja, dus het gedrag is negeren. Jij noemt het gedrag, in gedrag negeert hij. Dat is wat jij zegt. Precies, en hij is er gewoon emotioneel oké mee. Kijk, als ik inderdaad iemand... Maar grappig, want we bedoelen weer hetzelfde. Ja, nee, maar ik vind het negeren vanuit negatieve energie. Zo van, oh, ik doe alsof jij niet meer bestaat. Dat is gewoon super.
ja, dan heb je gewoon issues. Dat is weer die bal onder water drukken gevoel voor mij. En daar zou ik een hond nooit willen hebben, dat hij iets onderdrukt. Dan heb ik liever dat hij het maar uit, dan is duidelijk. Oh, ja, absoluut. Nee, zeker. Kijk, dat we hier wat van die politiehondentraining in de buurt. Ja, weet je, dat vind ik afschuwelijk. Dat je inderdaad die honden ziet. Je ziet in dat hoofd gebeurt van alles. En dan in het lichaam mag niks gebeuren. En bij mij is het dus juist andersom. In dat hoofd mag van alles gebeuren. Hè. Die hond die mag jou echt wel judgen. En dat je gek doet en denken, wow, wat een weirdo. En weet ik veel wat. Mag prima. En in gedrag mag je dan zeggen, oh weet je, ik laat het links liggen. In plaats van dat hij denkt. Kijk, want wat hebben honden natuurlijk van nature? Bij onrust, dieren zijn gemaakt voor rust. Dus onrust, en zeker de honden die wij hebben, die zijn gewend om sturing te geven. Dus die zeggen dan vaak, oh, er is heel veel onrust. Ik moet daar wat mee. Ik moet die mensen zeggen dat ze moeten ophouden. En dat is natuurlijk hoe de meeste honden hier komen met bijtincidenten. Die wilden niet bijten, maar die mensen waren raar aan het doen. En zij dachten, ja, niemand zegt er wat van, dus dan moet ik het maar doen. Want ja, hallo, een stuurloze boel hier. En dan is de hap. Ja, en dan is het natuurlijk opeens een stomme hond die uit het niets beet. En wij leren ze dan van, oké, ja, mensen doen nou eenmaal soms een beetje raar. Laat dat links liggen. Is een bijtincident altijd de fout van de mens achter de hond? Of kan de hond ook gewoon echt zelf fout maken? Als het hem goed is geleerd en hij kiest ervoor om toch de fout te maken, dan kan hij wel zelf de fout maken. Maar de honden die wij krijgen, hebben het gewoon nooit geleerd. Mooie nuance. Blij mee. Oké, lijntje, sturen, niet sturen, corrigeren, wat doen we? Ja, ligt aan de hond weer. Dus ook daar geen zwart-wit, bij mij is echt niks zwart-wit. De honden die wij krijgen in het asiel bijvoorbeeld, of in het trainingscentrum, zeker in het asiel, sturen wij absoluut aan de lijn. Die kunnen geen enkele keuze meer maken die niet fout is. Die zijn al zo lang in foute keuzes beland en al zo lang in hun basisstressniveau is zo hoog. Als je ze niet zou sturen, zou je ze aan een tuig hangen en een lange lijn. Nou, dan geef je 10 minuten en is iedereen dood. dus dat is niet echt de uitkomst die ik zou willen. Dus daar zeggen wij korte sturing. Hoe kalmer de hond wordt, hoe meer tijd er zit tussen de actie en de reactie en hoe meer eigen denkvermogen die creëert. Hoe langer de lijn kan en hoe minder de sturing hoeft te zijn. Dus ik zie het altijd als het opvoeden van kleine kinderen. Daar zeg ik ook niet zeggen van, goh, je bent nu een baby en je moet naar school. Of je bent een peuter en je moet naar school. Nou, je krijgt geen sturing, doe maar. Ik bouw het altijd op. Dus in het begin, ik zorg dat je klaar bent. Ik zet je in de auto, ik breng je naar school. Ik breng je helemaal naar het lokaal toe. Ik zorg dat je veilig aankomt. Ik haal je ook weer op. Hele korte sturing. Weinig zelf in te brengen. Dan ga je op een gegeven moment naar groep 8 of zo. En dan mag je al af en toe eens een keer met de fiets. Dan ga ik wel nog een beetje stiekem, zonder dat je het merkt, erachteraan rijden. Om toch, of ik wel even de school om te vragen of mijn kind goed is aangekomen. Nou, als ik nou merk dat gaat goed, dan ga je naar de middelbare school. Daar mag je eigenlijk altijd met de fiets. En dan hoop ik, ja, dan hoop ik er nog steeds controle op. Of ik word gebeld op het moment dat mijn kind toch niet op school is aangekomen. En tegen de tijd dat je naar HBO, universiteit, whatever je dan aan gaat doen, gaat. Dan hoop ik dat ik het je dusdanig heb bijgebracht. En dat is vroeg, hè. Dat je zelf de beslissing neemt om naar school te gaan. En mensen zijn natuurlijk kunnen makkelijker en sneller dit soort dingen begrijpen dan honden. En je ziet dat het bij mensen al heel moeilijk is en dat we eigenlijk te vroeg mee zijn. Want ik was 17 toen ik naar de universiteit ging. Nou, in de keuze van ik duik toch met mijn vrienden de kroeg in of ik ga naar school. Ja. Het was niet altijd dat je denkt, nou, dit is nou de meest verstandige keuze die ik kan maken. Ja, dus dan denk je, en dat is ook wat ik mensen altijd duidelijk probeer te maken van. In de natuur blijft natuurlijk een hond ook tot 2,5 bij zijn ouders wonen. Hè, dus dat is net als bij mensen ongeveer tot 18 jaar oud. Die opvoedrol die is super belangrijk. En daarna is er wel echt wel ruimte om zelf keuzes te maken. En ook zelf fouten te maken en daarvan te leren. Maar toch is het fijn als je dan nog af en toe iemand hebt die bij je stuurt. Die zegt van, hey, als jij nou elke dag 7 dagen in de week in de kroeg zit. Is het wel fijn als iemand heeft gezegd. Is dat nou wel zo verstandig? Ja. Ha, of kom toch met mij mee, ik ga wel naar de school. En
Ik denk dat die opbouw gewoon super belangrijk is. En ik kom echt wel te honden tegen. En ook daar is weer land afhankelijk. In een land als Spanje, waar je uren en dagen kunt lopen zonder ook maar een mens of een hond of wat dan ook tegen te komen. Ja, laat ik de sturing veel sneller los dan in een heel druk land, waar het gewoon continu moeilijke dingen zijn. Ja, want je zei net ook een hond in de natuur tot 2,5 bij zijn familie. Maar wat is, ik ben er altijd heel erg zoekende in, hè? Dus het is een open vraag en ik hoop ook dat je hem zo kan pakken. Maar wat is nou nog een hond in de natuur? Nou, de honden die wij krijgen in het asiel, dat zijn eigenlijk best wel natuurlijke honden nog. Hè? Ik zeg altijd, kan die nog op straat overleven? Nou, dan is het gewoon nog een natuurlijke hond. Dus zeker de buitenlandse honden die wij allemaal in het asiel hebben, die komen op de straat. Hè? Kunnen die dat? Ja. Hè, mijn eigen honden, waarvan ik, dan denk ik, kijk, mijn Podenco zou gewoon prima overleven. Mijn Kangal nu niet meer, maar die had dat wel gewoon prima gekund. En mijn Cockerspaniel ook. Degene die het niet zou kunnen is mijn poedel. Die zou dat niet overleven. Maar ja, goed, weet je, die is natuurlijk ook niet gefokt om het te overleven. Hè? Die heeft te korte pootjes, kan niet jagen. Dan heeft hij die, Dus. ja, dan heeft hij die krullen, dat blijft in alle takken hangen. Dan Ze ziet is hij een gewoon. konijn en doet hij zo. Ja. Ja, dan denkt hij, oh, het is mijn mama. Alsjeblieft, dat is mijn mama, ja. Oh, fantastisch. Nou, mooi. Wat ik eigenlijk jou hoor zeggen is dat met de lijn de sturing er zeker is, vooral voor de doelgroep honden waar jij mee werkt. En dat jij dat stapsgewijs echt mijn mini-stapjes opbouwt. Dat vergelijk je een beetje met het onderwijssysteem. Wat wij natuurlijk ook alweer te vroeg af en toe inrichten, vermoedelijk. Maar dat is wat ik in ieder geval hoor zeggen wat betreft de lijn. Ja, ik zit ook een beetje naar tijd te kijken. We moeten lekker gaan afronden. Ik denk dat we het nog een keer over moeten doen voor nog wat schuurdingen. Ik maak gewoon een listlijstje. Als dingen dan schuren, dan hebben we volgende keer allemaal onderwerpjes. Want ik merk gewoon als we er langer de tijd voor nemen, dat er gewoon hele mooie gesprekken van ontstaan. En dat is natuurlijk ook waar het schuurt. En schuren is positief, hè? Ik vind schuren niet negatief. Ik vind dat heel positief. En omdat jij ook zo open staat, voel ik me ook veilig om dit te doen. Dus dat is alvast wel super tof. Ik heb nog twee hele flitsende vragen, want dat vind ik altijd heel leuk om mee af te sluiten. De eerste is, Liz, jij bent vegetariër of veganist? Nest. Veganist, hè? Ja. Eet je hondenvlees? Die vond ik gewoon heel leuk om te vragen. En hoe is dat voor jou? Voor mij is dat simpel. Weet je, ik heb carnivore in huis gehaald, dus die eet gewoon vlees. Ja, daar ben ik heel makkelijk in. En mensen zijn van nature planteters, dus ik eet planten. Geweldig. En geef jij wel ook iets van gekookte groenten soms aan je honden of helemaal niet? Ja, zeker. Ja, mijn honden zijn. Dat scheelde mijn kangalauto niet zoveel, maar bijvoorbeeld Kai van mij was echt een fruit- en groenteliefhebber. Mijn Podenco vindt appels ook heel lekker, maar ook boontjes en dat soort dingen. Ja, dus ik wissel af. Ik ben van de afwisseling. Niet elke dag hetzelfde voor. Nee. Oké, die vond ik nog leuk. Ja, en ik denk waar mensen die deze podcast gaan luisteren ook wel heel gewoon benieuwd of nieuwsgierig naar zijn, is jij bent bij Cesar Milan geweest, of niet? Nee, Oh, nee. dat dacht ik echt. Nee, ja, nee. Veel mensen vergelijken me ervan, maar ik ben niet zo'n Caesar-fan hoor. Ik denk ook wel dat wij best wel anders werken. Maar nee, ik ben niet bij hem geweest. Ik krijg wel veel mensen die bij hem zijn geweest. Is dat zo? Ja, mensen die daar de opleiding hebben gevolgd of die bij trainers weer zijn geweest die daar de opleiding hebben gevolgd, die komen wel veel bij Oh, ons wat kijken. hilarisch. Ik dacht echt dat jij een keer in Amerika was geweest. Nou, niet. Nee. Nou, dan is dat is een anticlimax. Oh, sorry. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar ik was gewoon benieuwd wat je daar dan even over wilde delen. Wat grappig, dat zat echt heel erg in mijn hoofd. Maar dat hebben wel meer mensen, denk ik dan. Ja, ik weet het niet of meer mensen dat hebben. Misschien is het een mooie vraag. Mensen, als jullie dat hebben, laat het Hebben even jullie weten. dat? Het En waar is komt het dan zo. vandaan? Oké, nou, dat is echt een heel grappig einde. Hey, ik vind het wel leuk om even een beetje een podium te geven voor. Ik weet dat je een boek hebt. Ik weet dat je bezig bent, maar die is online. Maar volgens mij is dat meer voor de stichtingen. Maar pak even je momentje. Wat kunnen mensen bij je doen, kopen, bestellen, leren? Doe het. Van alles. Ja, nou ja, dus kijk vooral even op de website. Dus we hebben www.animalsfeed.nl en www.stichtinganimalsfeed.nl. Ik heb inderdaad een boek, natuurlijk in balans met je hond. En ik heb online cursussen, staan ook op de website van animalsfeed.nl.
Ik ga binnenkort ook nieuwe dingen online launchen. Ik ben ook bezig met een tweede boek. Ja, dat is bij ons. Het maakt niet uit wat je wil. Het is heel breed. We zijn een heel breed bedrijf met alles wat je nodig hebt voor je hond of kat. En kun je bij ons voor terecht. En dus zowel gedragsmatig als puppybegeleiding. Als je een nieuwe hond wil hebben. Of als je gewoon ergens een leuke hond hebt gezien. En je denkt, past die wel bij mij? Mag je ook bij ons terecht? En als je een hond hebt met zware gedragsproblemen. Zit je op het goede adres. Als je een hond hebt met lichte gedragsproblemen. Kunnen we je natuurlijk ook bij helpen. En als je in het buitenland woont. En je denkt, ik wil die Liz een keer op zoek hebben. Dan laat het ook weten. Dat helemaal, dat laat. Dat helemaal. Hey. Wel waar de zon schijnt. Ja, wel bij de zon alsjeblieft. Dat is een lichte voorkeur. Nee, superleuk. Nou, mooi. Dus eigenlijk gewoon moraal naar de website. Daar kunnen ze alles en meer vinden en zien. Ja, dat is het makkelijkst. En als je zegt, ik wil Liz zelf even volgen. Gewoon even naar Liz Wolting op Instagram. En dan kun je mijn stories elke dag zien. Die ik deel over mijn reis met mijn hondjes. Superleuk, aanrader. Ik volg je in ieder geval supergraag. Misschien is dat nog wel een leuke, omdat die net niet zo leuk was. Die laatste vraag heb ik er toch nog wel eentje die een beetje prikt. Of prikt, waar ik nieuwsgierig naar ben. En dat is, het lijkt me ook zo, weet je, daar zijn een beetje jouw, die honden mogen ze niet aanzetten. Maar soms plaats je natuurlijk een hond uit het asiel weer in een gezin. Dat is natuurlijk ook een lesje loslaten en hopen dat het goed komt. En hoe is dat dan? Hoe doe je dat dan als je zo ook die bonding voelt met jouw asielhonden? Ja, dat, kijk, los, ik kan heel goed loslaten. Hè. Ik heb dat in de jaren geleerd. Ik ben ook heel blij. Het is de beste skill ever. Maar ik kan natuurlijk niet alle honden hier in het asiel houden. Er worden dus ook, ze zijn wel heel gelukkig hier. We hebben zelfs honden die weglopen bij hun adoptiegezin om terug naar het asiel te lopen soms. Maar weet je, dat is natuurlijk niet het ideaal. En we hebben dan nog heel veel die het asiel in moeten. Dus we hebben natuurlijk wel de strengste adoptieprocedure van heel Europa. Dus het is wel, je moet wel van goede huizen komen. Mag je een hond, wil je een hond bij ons mogen adopteren? En wij werken met bruikleencontracten. Dus we hebben wel hele strenge contracten. Waar wij als stichting ook eigenaar blijven van de hond. Waardoor er altijd een vangnet is. Zowel voor de adoptant. Hè, als die ooit in een situatie komt. Dat die niemand voor de hond kan zorgen. Maar ook voor ons. Dat als je niet goed met de hond omgaat. Dat wij ook kunnen zeggen. Van hé, daar gaan we maatregelen op treffen. Dus dan. Ik denk dat het voor mij dat stukje inderdaad met mijn moedergevoelens, ja. dat een stukje makkelijker wordt van, ja. Oh ja, het is, ze zijn nog steeds veilig en ik kan hun veiligheid nog steeds garanderen. Ja, nou, dat is een heel mooi einde. Volgens mij is dat doorlopend wel de draad dat we veiligheid belangrijk vinden. Ja, voor mij is die zo heerlijk rond, maar misschien wil jij nog iets delen. Ik voel daar de ruimte zeker voor. Hey, ja, ik vond het gewoon super leuk. En ik wil zeggen, ja, ik volg je ook super graag op Instagram, Amber. En ik vind het heel fijn om met collega's in gesprek te gaan die daarvoor openstaan. Ja, nou, God weet wat er weer uit voortkomt vanuit hier. Ja. Nou, leuk. Mooi. Hey, ik wil je heel erg bedanken. Ik ga de opname uitzetten. Bedankt voor je tijd en je energie en je mooie verhaal. En dan zet ik hem stop. Dank je wel. Graag gedaan. Jij ook bedankt.